Het Mind Control Center, MCC, sluit definitief de deuren. Dat zegt de ondervoorzitter Deo Charman. Toen het centrum aan het eind van de vorige maand aankondigde het centrum te zullen sluiten, hebben DNA-leden de regering verzocht dit te voorkomen. Echter heeft de regering geen gehoor gegeven aan deze oproep en moet het centrum dat personen met suïcidale neigingen begeleidt sluiten. We hebben de stap niet overnight gemaakt. We hebben heel tijdig het ministerie aangeschreven dat als wij niet verder gesubsidieerd zouden kunnen worden, dat we genoodzaakt zouden zijn om te sluiten. We hebben tenminste 2 brieven geschreven en helaas heeft de minister niet gereageerd. We hebben ook we krijgen natuurlijk wat geld vanuit het ministerie, niet rechtstreeks, maar vanuit NAP. We hebben dus ook contact opgenomen met NAP als de fondsen beschikbaar zijn. Zij gaven aan dat het allemaal, wat de administratieve verwerking ervan is, wel had plaatsgevonden. Alleen hadden ze de middelen niet ontvangen, niet gestort gekregen, waardoor zij ons niet, ook niet voor ons zouden kunnen overmaken. Anyway, op een bepaald moment toen we zagen dat de gelden echt niet binnenkwamen en wij hadden dus mensen in dienst die we elk eind van de maand het salaris moesten betalen. Wij hebben dat zelf uit eigen middelen kunnen redden de afgelopen 6 maanden. En uiteindelijk hebben we gezegd van nee, we kunnen nou zo niet verder. We hebben geen andere inkomsten, we doen de dienstverlening helemaal gratis voor de mensen. Dus je begrijpt wel, het is dan niet houdbaar om gratis dienstverlening te verlenen, terwijl je niks aan kosten krijgt vanuit de overheid. Dat is hem en uiteindelijk hebben we dan besloten om per 1 juli de stichting te stoppen. Althans de dienstverlening vanuit Mind Control Center te stoppen. Charman vindt het heel erg dat de regering weigert middelen vrij te maken voor het centrum. Op maandbasis is er volgens hem slechts een bedrag van 7000 SRD nodig om operationeel te blijven. Hij gaat ook in op de begeleiding die het centrum bood. We zagen juist vanaf we zo'n Facebook-account waren begonnen dat de toeloop van wat jonge mensen juist toenamen. We hebben ook na de sluiting enorm veel telefoontjes gehad van bezorgde burgers, ex-cliënten, maar ook andere mensen die heel veel sympathie voor ons hebben getoond. Om te zeggen van dit kan toch niet dat de overheid geen middelen heeft vrijgemaakt, terwijl het om weinig geld gaat dat maandelijks overgemaakt zou moeten worden. Anyway, ik wil natuurlijk van deze plaats uit ook natuurlijk ook de mensen die hun sympathie hebben betuigd en hun adhesie hebben betuigd, maar ook de cliënten die heel tevreden over onze dienstverlening waren en ons een pluimpje hebben gemaakt en het heel erg vinden dat ons bureau gesloten is, wil ik natuurlijk dankzeggen aan al de mensen. Maar op heel korte termijn beginnen, opnieuw opstarten, dat zit er niet in, omdat we het personeel hebben weggestuurd, onze psycholoog, andere werknemers hebben weggestuurd. En als we opnieuw zouden moeten starten, zouden we weer een team moeten samenstellen, ze gaan trainen, et cetera, om dan weer als volwaardig team, zeg maar, de begeleiding en alles wat we deden vanuit Mind Control Center op gang te krijgen. Laat mij weer aangeven dat er allerlei mensen langskomen met suïcidale gedachten en neigingen. En heel vaak ligt het in de relationele sfeer, andere in de financiële sfeer, maar heel vaak jonge mensen die uit kapotte relaties niet weten hoe ze eruit moeten komen en dan suïcidale worden, dat wij ze dan begeleiden. De begeleiding houdt niet alleen in een stukje medische, psychologische begeleiding, maar soms als de cliënt daarvoor open staat, want we hebben een hele holistische benadering, als de cliënt daarvoor open staat, komt er ook een stukje yoga-begeleiding erbij, een stukje ademhalingsoefening. Zij die bijvoorbeeld geestelijke hulp nodig hebben, als het nou om een priester gaat, een pandiet gaat of een imam gaat. Wij hadden contacten met al die mensen en als je een moslim bent en je hebt een imam nodig, dan wordt er een imam ingeschakeld. Als je christen bent, een christenpriester, noem maar op. Deo Charman, ondervoorzitter van het Mind Control Center. De deuren zijn definitief gesloten omdat de overheid weigert het centrum te blijven subsidiëren.